Noord-East Friesland had over 25 jaar goed 10.000 inwoners minder. Daarom moet de regio een krimpstatus krijgen. Burgemeester Waanders van Dongerendiel is met orenbestuurders en ondernemers naar Den Haag om daarvoor te pleiten. De krimpstatus jouwt recht op financiële stiepen van het Riek. Diana Monussen gaat voort bij Zorgverzekerde de Friesland. Ze wordt directeur van het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht. Monussen had 6 jaar de hoogste baaswest van de Friesland. In die tijd fusieerde de Zorgverzekerde met Achmea. Schrijver Ferdinand de Jong schreeuwt dit hier het Grut Friesk Dicté. Dat wordt houden op 9 mei in de steerteseel van het provinciehuis. Het wordt ernaar alle jaren houden en uitstuurd op televisie. Je kunt meedoen door een proefdicté te maken via omroepfriesland.nl. Het fietster Aleida Norbruis uit Oertrup had van een morgen goud won op de 500 meter tietrit op het WK baanrijden van sporters met een behinding in Apeldoorn. Ze reed een wereldrecord van goed 39,9 seconden. Norbruis is daarmee de eerste in haar klasse ooit die het onder de 40 seconden doet. Joen en vannacht heel bewolkt en kans op rein. Het wordt maximaal 3 graden. Morgen 9 graden, een krachtige noordwestenwind, droeg en de zinnek in de trok komen.